Goedemiddag voor alle Nederlandse sprekende mensen hier in Nederland en overal in de wereld. Mijn naam is Doron Zakai. Ik ben een christen. Ik ben een voorganger, evangelist, missionaris en een bijbelleraar in verschillende plaatsen in de wereld, ook in Nederland. Momenteel ben ik een voorganger van First Grace Church in Miami. En hoe ironisch kan het zijn dat ik hier ben in Rotterdam. Mooie stad. Je kunt zien de water hier. En nou, het is een geweldige dag. Het is niet al te warm, maar als je in Jezus gelooft, dan heb je de zon altijd in je hart. Dus ik wil deze mogelijkheid even gebruiken om hier buiten, want we zijn gesloten thuis de hele tijd, dus ik kan ook nu niet terug naar Amerika, eventjes. Maar ik dacht dat ik wilde gewoon een korte video maken over de behoudenis voor Nederlands sprekende mensen. Nou, ik weet gewoon dat wij leven in een... wij leven in een post-christelijk maatschappij al de laatste 20, 30 jaar. Maar voor degene die wil luisteren, is het altijd een mogelijkheid om het eeuwige leven te krijgen, te verkrijgen door de Heer Jezus Christus. Dus dit is belangrijk. Dus de boodschap, eigenlijk de basisboodschap om behouden te worden en het eeuwige leven te verkrijgen, is eigenlijk heel eenvoudig. Je moet gewoon geloven dat Jezus stierf voor je zonde en is opgestaan voor je rechtvaardigmaking. Dat was het. Als je dat doet, dan heb je het eeuwige leven en het kost je niet meer dan een halve seconde om dat te doen. Je hebt ook eigenlijk niets te verliezen als je dat doet. Als je goed nadenkt, er zijn geen nadelen om in Jezus te geloven. Je hoeft niet te stoppen met de dingen die je doet. Je hoeft niets op te geven in je leven. Het belangrijkste is dat jij hem aanvaardt als jouw persoonlijk verlosser. En op dat moment komt de Heilige Geest in je wonen. Het hoeft niet te zijn een emotionele ervaring. Het kan, maar dat hoeft niet. En dat is een waarheid die gebeurt. En zodra de Heilige Geest komt in je wonen, binnen een split van een seconde, dan ben je behouden. Dan ben jij... Op dat moment ben je een kind van God. Op dat moment hoor je bij de familie van God. Je hebt het eeuwige leven en het kost je gewoon helemaal niets. Ik wil je gewoon even die verse lezen. Heel gauw, want ik heb de Bijbel niet met mij, maar ik heb het even op papier. Ik weet gewoon dingen uit mijn hoofd, maar het is beter Gods woord zelf te laten praten dan mijn woorden. Dus de evangelie is als volgt, dat Christus gestorven is voor onze zonden, na de schriften, en dat hij is begraven en dat hij is opgewekt ten derde dag na de schriften. Dat was het. Je hoeft niet naar de kerk, je hoeft niet naar voren te komen, je hoeft niet Jezus uit te nodigen naar je hart, je hoeft niet gedoopt te worden, je hoeft, ondanks het feit dat heel veel water hier is, maar je hoeft niet gedoopt te worden. Je hoeft niemand te zien. Je hoeft niet te bidden. Je hoeft helemaal niks. Want het is niet afhankelijk van iets die je doet. Het is afhankelijk of je dat gelooft. En je kan het geloven tijdens een busrit, in de tram, in de trein, in je eigen huis, in de keuken, overal waar je bent. Je moet het maar één keer doen. In je hele leven, dat Jezus stierf voor je zonde en is opgestaan voor jouw rechtvaardigmaking. Als jij dat gelooft, dan op dat moment ben je verzegeld met de Heilige Geest en God is dan vanaf dat moment bezig met jou. Ook weet je niks over de Bijbel. De tweede vers dat ik wil voor jou lezen is Efeze 2, 8-9. Want uit genade zijt gij zalig geworden door het geloof, en dat niet uit u. Het is Gods gave, niet uit de werken, opdat niemand roeme.
Je ziet, het probleem ligt gewoon in onze menselijke natuur, die geboren is met de zondige natuur. De zondige natuur houdt in dat je eigenlijk je vlees, je gewoontes, je consistentie in de vlees is te zwak om naar Gods rechtvaardigheid te komen. En de belangrijkste is dat God heeft dat gezien. En hij heeft gezegd, ik stuur mijn zoon om naar de mensheid te sterven en te dragen al de zonden en te vergeven al de zonden van alle mensen, zodat de mensen die zwak zijn en die zondig zijn en die kunnen niet anders doen dan wat ze doen. En wij weten allemaal wat wij doen gewoon hier met de wereld. Je weet wat er gebeurt in de wereld. De wereld is alleen maar slechter geworden op het moment dat mensen erop komen te werken, komen te wonen en komen te gebruiken de resources van alles. En dat is, alleen maar dat is een bewijs dat in ons er is geen goed ding in onze vlees. Want we komen altijd tekort en mens altijd liegt. Mens is niet perfect. Dus daarom Jezus stierf van het kruis om de zonde te vergeven. En hij zegt, je hoeft niets te doen. Ik heb het allemaal voor jou gedaan. En als jij gelooft dat Jezus stierf voor je zonde en is opgestaan voor jouw rechtvaardigmaking, op dat moment ben je behouden. En dan hoor je bij de familie van God. Je hoop is in de hemel. Je hebt zekerheid. En het is niet uit de werken. Het is een gave. Het is een cadeau. Het is een cadeau die aan jou wordt gegeven. En als het is een cadeau, dan is het niet meer dat je iets hoeft te doen daarvoor. En als het is een cadeau, God neemt je cadeaus, zijn cadeaus nooit terug. Zoals jij als vader of moeder, of wie je dan ook bent, geef een cadeau aan je vriend of aan je familielid of aan iemand anders. Je neemt gewoon een cadeau, neem je nooit terug. En dit is precies wat God heeft voor ons gedaan. Het is zo makkelijk. Het is zo aangenaam om dat te doen. En het is zo simpel. Jezus stierf voor je zonde en is opgestaan voor jouw rechtvaardigmaking. Als je dat gelooft, dan heb je het eeuwige leven. Zo simpel is het. En op dat moment, de Heilige Geest komt in je wonen. Laat ik jou dat nog een keer lezen. In welke ook gij zijt, nadat gij hebt het woord de waarheid, namelijk het evangelie uw zaligheid gehoord hebt, in welke gij ook nadat gij geloofd hebt, zijt verzegeld geworden met de Heilige Geest der belofte. Zie, de Heilige Geest komt in je wonen. Dat is een soort truc van God voor deze tijd, voor de laatste 1900 jaar. Iemand die gelooft, God zelf komt in ons, in hem wonen. De Heilige Geest komt in jou wonen. En de Heilige Geest doet heel veel dingen in jou. De Heilige Geest spreekt met jouw geest. Jouw geest is jouw intelligentie. Je ziel is je gevoel. En waar je wil, waar je persoonlijk wil staan. En je lichaam is de huis waar die twee erin wonen. En de Heilige Geest spreekt met de informatie die hij heeft in je hersenen, in je gedachten. En hij vertaalt het naar je ziel. En je ziel creëert emotie. En emotie betekent emotion. Je lichaam komt in beweging. Zodra dat je Jezus aanvaardt als je persoonlijk verlosser, de Heilige Geest zal jou bewegen om dingen te doen in je leven. En het is niet meer jij die dat doet, maar het is God die dat werkt in jou. Het is niet meer jij die leeft, maar God werkt in jou. En daar hoef je verder niets te doen. Hij doet het allemaal voor jou. En dat is een geweldige waarheid. Het gebeurt allemaal vanzelf. En de enige wat jij moet doen is de beslissing te nemen om Jezus te aanvaarden als je redder. En daarmee is alles gezegd. Dan ben je dan, je bestemming is in de hemel. En hier komt weer de nadeel. Punt van niet aanvaarden van de Heer. Natuurlijk, we willen dat Gods liefde prediken voor de mensen, zodat zij reageren over zijn liefde. Ik denk dat het een geweldige liefde is geweest, dat Jezus stierf voor de mensheid, terwijl de mensheid nog zondig waren.
Maar de apostel Paulus vertelt ons ook dat mensen die niet gekozen voor de Heer Jezus, ze zullen daarna in de plan van God ook zelf de grote witte troon, de oordeel. Het is zoals staat in het boek aan Hebreeën, het is altijd gegeven aan de mens één keer te leven en één keer te sterven en daarna de oordeel. Als de oordeel komt in de toekomst, ver weg in de toekomst, dat zou voor de mensen van het verleden zijn, nog voor de kruis. Maar voor de mensen die leven nu in de tijd van genade, dat is, daarom is het door genade. Het is een gave van God, het is niet oud werken. In deze tijd, als iemand Jezus niet aanvaardt in deze tijd, dan zal hij nog nooit een tweede kans hebben. En dat is de nadeel. En dat is een nadeel om de eeuwigheid in de eeuwigheid zonder Christus te leven. En dat is niet een goede plaats voor jou. Dat is een vreselijke plaats om te leven. Die is vol met vuur en met lijden. Je ziel zal voor de eeuwigheid lijden. Nou, ik zeg het niet makkelijk, want het is niet fijn. Het is niet fijn om iemand te lijden om te geloven door een bepaalde vrees. Dat is niet de bedoeling. Maar alles in het leven heeft consequenties. Iedere beslissing die je neemt heeft consequenties. Maar als je Jezus aanvaardt, je hebt niets te verliezen. Je krijgt alles mee. Alles krijg je mee met de Heer Jezus. Als jij in hem gelooft, ik smeek jou, wie dan ook je ook bent. Ik smeek jou om Jezus te aanvaarden, te geloven dat hij stierf voor je zonde en opgestaan voor je rechtvaardiging. Je kan het doen in een halve seconde. Zeg maar gewoon dat tegen jezelf, in je hart, dat dank u wel Heer Jezus, dat hij stierf voor mijn zonde. That's it. En als je dat in gelooft, dan de Heer die komt gewoon in je wonen door de Heilige Geest. En ik smeek je echt met liefde en alles om dat te doen. Want je weet niet wanneer deze wereld is aan toe aan de volgende event, waarbij de mogelijkheid niet meer zal bestaan. En dat is niet fijn. Dat is echt niet fijn. En ik wens je echt niet om naar de andere kant te gaan en voor de eeuwigheid te lijden. Zonder God in je leven. En dat is de liefde van Christus die mij persoonlijk zoveel kracht geeft en zoveel liefde voor mensen om tot geloof te komen. Als je wilt met mij contact opnemen, dan kunt u dat gewoon doen. Dat is relatief gezien heel makkelijk. Als je gaat naar First Grace Church in het Engels.com. Ik weet dat het geen Nederlands is, maar daar zit mijn e-mail en mijn telefoonnummer. Mijn telefoonnummer in Nederland is 06-23-94-1166. Dat is mijn telefoonnummer. En u kunt het vinden. Of mijn naam doronzakai@gmail.com. DORONZAKAI, ZACCAI, @gmail.com. En u kunt met mij contact opnemen en ik wil u meer uitleggen hierover. Oorspronkelijk ben ik een Israëliër. Ik ben in Israël geboren. Ik ben een Jood. Ik ben in het Israëlische leger geweest. En ook in de oorlog in Libanon, vele jaren geleden. En 40 jaar geleden kwam ik tot geloof in de Heer Jezus. En dat heeft mijn leven veranderd. En ik doe ook boodschappen in Hebreeuws en in Engels. Maar dit is voor de Nederlands sprekende mensen. En u bent gewoon echt van harte welkom met mij contact op te nemen. Zodat u kunt u meer uitleggen als u vragen hebt. Maar de belangrijkste beslissing in je leven is Jezus te aanvaarden als je redder. En ik smeek jou en ik vraag jou in alle mogelijke manieren om te geloven dat Jezus stierf voor je zonde en opgestaan voor jouw rechtvaardigmaking.
Dus dankjewel voor het luisteren. Bedankt en tot ziens.